Al had je er verder ook niets te zoeken. Het loonde wel naar Leeuwarden te gaan. Alleen om de begraafplaats te bezoeken. De dodenakker aan de Spanjaardslaan. Achter het hek met schedels op de hoeken en het pedante middeleeuws vermaan, verzakte zerken, zuilen, stenen boeken, steunzoekende tegen elkander aan. De meeste teksten zijn niet meer te lezen, maar alles is je blindelings bekend. Wat ik nu ben, zul jij ook eenmaal wezen, zoals ik eenmaal was, wat jij nu bent. Docht al die dood, wat door een eeuwig leven, zacht ruisend overgroeit en overgroent, zozeer dat wie hier rondgaat, zich weer even zelfs met het onverzoenlijke verzoent. ...56 jaar. Zo lang is het geleden dat Dirk Frederik Wouda zijn laatste rustplaats vond. Maar dit is niet waar zijn verhaal eindigt. Dirk Wouda werd op 5 april 1880 in het Groningse dorpje Noordhorn geboren. Op een erg jonge leeftijd van 12 jaar was Dirk Wouda aangewezen op zichzelf door het vroege overlijden van zijn ouders. Financieel ondersteund door familievrienden rondde hij zijn studie af op de Polytechnische Hogeschool in Delft met zeer hoge cijfers. Hierna verhuisde hij naar Leeuwarden om aan de slag te gaan bij het provinciale waterstaat. Rond dezezelfde tijd werd het steeds duidelijker dat de natuurlijke afvoercapaciteit van de Friese boezem niet meer toereikend was. De boeren hadden behoefte aan een snellere afvoer van overtollig water, zodat ze het land beter konden gaan benutten. Een nieuw gemaal ten westen van Lemmer moest hiervoor een oplossing bieden. Dirk Wouda was hiervoor de aangewezen persoon. Hij ontwierp een stoomaangedreven pomp die ervoor moest zorgen dat de Friese wateren op peil bleven door tijdig water over te pompen naar het IJsselmeer. Zijn naam zal altijd verbonden zijn aan dit bouwwerk wat tot aan de dag van vandaag nog altijd in werking is. Ik ben 39 jaar, sinds 2012 werkzaam bij Wetenschap Friesland. En sinds september 2016 ben ik gemaalchef van het Woudagemaal. De clustermanager van beheer, Henk Flikkema, die heeft mij gevraagd van kijk, kun jij tijdelijk deze positie innemen? Want de vorige gemaalchef die had andere prioriteiten. En het lijkt me een leuke uitdaging om dit te doen. Ik ben in principe zomaar ingerold, maar het is wel een beetje mijn passie geworden, want het is wel hartstikke leuk om dit te doen.
En ja, met een clubje mensen, zo'n klein fabriekje, stoomgemaal te runnen, ja, dat is gewoon fantastisch. Nou, zoals ik het zie, zeg maar, is mijn taak zeg maar, om te zorgen dat de mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Daarnaast te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Dus mocht het zo zijn dat er hoog water is, ja, dan word ik gebeld. En dan moeten we zorgen dat er een planning voor elkaar is, dat de spulletjes in orde zijn, zeg maar, dat dat gereed is. Dat iedereen op de hoogte wordt gesteld. Dus ik word ondersteund door mijn wachtchefs die een groot gedeelte voor hun rekening nemen. Dus het is een feest dat we met z'n allen doen, zeg maar. Ik heb hem niet persoonlijk gekend. De achtergrond ken ik niet zo. Maar hij is provinciaal ingenieur is hij geweest. Hij heeft meerdere objecten ontworpen. Het Woudagemaal is het bekendste. Het heeft later ook zijn naam gekregen. Voorheen heette het Taco Cell. Dus het is een naamsverandering heeft plaatsgevonden. Maar wat ik het meest bijzonder vind, zeg maar, is hoe alles ontworpen is 100 jaar geleden. Dus zonder computers en alles bedacht, berekend. Echt vakwerk geweest. Mocht er een extreme situatie zijn dat wij niet goed het water kunnen lozen op het wat, of als het hoognatgemaal het capaciteit niet helemaal aan kan, ja, dan worden wij opgetrommeld zeg maar, om het gemaal op te starten, om te zorgen dat er geen tot weinig wateroverlast plaatsvindt. Dus ja, mochten we deze capaciteit niet hebben, ja, dan zouden we veel meer wateroverlast hebben. Dus het is nog steeds een belangrijk onderdeel van het watersysteem. This powerful Category 4 hurricane is just really beginning to batter this state. The storm surge is very real. I believe that mankind has looked at climate change in that same way. As if it were a fiction. But I think we all know better than that now. Goedemorgen. In de loop van de ochtend raast er weer een storm over ons land. Dit gaat om het voortbestaan van de aarde. Dit gaat over onze planeet. Vandaag de dag kun je niet meer om klimaatverandering heen. En ieder van ons heeft hier mee te maken. Zo ook hier in Lemmer. Ik ken het Woudagemaal natuurlijk wel, want ik zat op de LTS in Lemmer. En dan gingen wij er naartoe en toen stookten ze nog op kolen. Nou, en dat was natuurlijk een machtig gezicht hoe die man met die schepper die kolen naar binnen gooide. Ja, later is het omgebouwd. Dus ja, we gaan er nu nog met de kleinkinderen naartoe, want het blijft een interessant ding natuurlijk. Hè? En vooral als je draait. Hè? En dan moet je uit op wachten, dat is maar een aantal keren per jaar. Ja, en dan doen ze de toegang nog even wat omhoog. Maar ja, goed, dat hebben we er ook weer voor over, want het is een prachtig ding. Ja, als je Trump gelooft, is het flauwekul. Maar ik denk dat als je dat ziet, hoeveel water de laatste tijd al gevallen is, dat alle landerijen verzuipen. Hè? Ja, dat gaat niet goed. Nou, als we daar niet iets aan doen, dan wordt het erger en erger, denk ik. Het wordt niet beter, niet minder in ieder geval. Wat ik van merk is dat het de laatste tijd wel heel erg regent. En ik weet niet of dat een geval is van de klimaatverandering. Anderzijds. Winters wordt het ook niet meer. Het is nu januari, je ziet hier het water en er is geen ijs. Er is geen mens die schaatst. Dus
Alleen op die half. Winter speelden we buiten, dan was er sneeuw. En als ik nou de kinderen zie, die weten amper wat sneeuw is. Als er een dag sneeuwt, dan gaan ze juichend naar buiten toe. En ja, dat deden wij ook wel, maar op een andere manier. Wij hadden maanden de tijd, of weken de tijd, om in de sneeuw te spelen. En dat is nou eigenlijk nou niet meer zo. Als we naar de statistieken kijken, is er in Nederland ook daadwerkelijk een verandering aan de gang. Volgens het KNMI is de Nederlandse neerslag sinds 1950 met zo'n 20% toegenomen. De temperatuur is sinds 1900 wereldwijd met 0,8 graden gestegen. Door deze veranderingen smelten onder andere de ijskappen en krijgen we te maken met een verhoogde zeespiegel. Om hier een beter beeld van te krijgen, gingen wij naar het Wetteskip in Leeuwarden. Mijn naam is Pier Schaper en ik ben de beheerder van de Friese Boezem bij het waterschap Wetteskip Friesland. Als beheerder van de Friese Boezem heb je eigenlijk één hoofdtaak. En dat is zorgen dat het water in de Friese Boezem niet te veel en niet te weinig is. Dus dat er voldoende water is. Nou, het effect van klimaatverandering op het werk van Wetteskip Friesland en specifiek dan voor het waterbeheer is in die zin merkbaar dat ik eerder mijn mensen in het veld informeer dat er bijvoorbeeld hoosbuien aan zitten te komen. Omdat we ook wel zicht hebben van wat zijn de gevolgen daarvan. En helaas komt het wel eens voor dat er in de zomer hoosbuien overtrekken met lokale negatieve effecten. En we merken dat het vaker gebeurt. Dus het zal ook niet zo verrassend zijn dat dat in de toekomst zal blijven gebeuren. We kunnen nog tot 2030 met de huidige situatie door, is de boodschap geweest in 2015. In 2021 gaan we opnieuw kijken of die 2030 nog steeds veilig is. En of de maatregelen getroffen moeten worden. En moet dat dan in 2040 of in 2050? Maar de tendens is dat we dus meer afvoercapaciteit moeten gaan bijbouwen. Of het Woudagemaal in de toekomst belangrijker gaat worden? Ik denk in eerste instantie wel. Voordat het waterschap besluit om extra gemaalcapaciteit te bouwen. Als dan een nieuw gemaal gebouwd is, dan zou het wel zo kunnen zijn dat de belangrijkheid van het gemaal in eerste instantie dan weer heel sterk afneemt. Nadat de infrastructuur is aangepast in de vorm van een nieuw gemaal, een extra bemalingscapaciteit voor de Friese Boezem, dat dan het Woudagemaal weer minder belangrijk zou worden. Het is nog wel steeds nodig om de techniek van het Woudagemaal in stand te houden en ook de ervaring van mensen om het gemaal te kunnen bedienen. En op het moment dat ook met extra gemaalcapaciteit op de Friese Boezem het Woudagemaal noodzakelijk is, dan moet je hem wel kunnen gebruiken. En je kunt hem alleen maar gebruiken als de techniek bekend is bij de mensen die je moet kunnen bedienen. Dus dat is wel een zorgpunt voor de toekomst. Dat we die kennis in stand houden. Ik ben 2 maanden geleden een keer bij een congres geweest. Die zeiden van als het een opeenstapeling wordt van N en N, dan zullen we met zeespiegelstijgingen te maken kunnen krijgen, waarbij we ons moeten afvragen, hebben we wel een plan B? En dan hebben ze het over 2500. Dat dan toch hele grote delen van niet alleen Nederland, maar ook elders in West-Europa serieus bedreigd worden door zeespiegelstijging. Maar we krijgen niet zomaar ineens een heel ander extreem droog of alleen maar dat we alleen maar regen krijgen. Dat zal niet gebeuren. Dus nee, ik ben niet zo heel bezorgd wat dat betreft. Ik heb nog geen ijsberen zien lopen, zeg maar. Dus dat is. dus, ja, goed. Dus dat is nog één ding. Ja, en daarnaast is het ook wel interessant om te zien wat er met de golfstromen allemaal gebeuren. Een nichtje van mij die is oceanologe, dus die houdt dat soort dingen allemaal in gaten. En die woont in Stockholm.
Ja, goed. En die ziet dan ook wel veranderingen in die golfstromen. Dus dat heeft gewoon een behoorlijke impact op de flora en fauna, zeg maar, in de oceanen, maar ook natuurlijk op het land. Dus we zijn wel in verandering wat dat dan gaat. Zou Dirk Wouda als jonge wees geweten hebben dat hij enkele jaren later een belangrijke ingenieur zou zijn? Dat zijn kunstwerk na 100 jaar nog steeds wordt gebruikt? Het Woudagemaal was het begin van een lange strijd tegen het water in Friesland. Deze strijd wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gevoerd. Het water geeuwt en spiegelt zich de eerste zon. Het water lacht, bespat een herenpantalon. Het water speelt, lauw schuim spat op een bruine huid. Het water vlucht, een dorp moet zijn huizen uit. Het water wacht en in het noorden barst het veld. Het water dreigt, bewaking is al ingesteld. We vechten en omhelzen. Je vijand is je vriend. Hij kan zo lief onschuldig zijn en soms zo niets ontziend. Het water jankt met tranen striemend uit het westen. Het water beukt, een land verschanst zich in zijn vesten. Het water brult, maar het mag nooit meer binnen. Het water vecht, maar het mag nooit meer winnen. Bevecht hem en omhels hem. Je vijand is je vriend. Hij kan zo lief onschuldig zijn en soms zo niets ontziend. Ja, bevecht hem en omhels hem. Je vijand is je vriend. Hij kan zo lief onschuldig zijn en soms zo niets ontziend. Hij vecht, maar hij mag nooit meer winnen.